En vandaag bieden wij een lift aan Christophe Calvo hier in Mechelen. Christophe, waar mogen we je naartoe brengen? Naar Willebroek. Ik maak van jullie lift gebruik om mijn moeder en mijn vader gewoon dag te gaan zien. Dat lijkt me heel praktisch. Voilà. Ja, we delen de wagen, carpooling eigenlijk. Voilà. Ideaal. Maar ook de liefde voor onze ouders, hè, Tim. Nog mooi. Ja, ook de eerste keer dat we zo een warm gebaar mogen doen. Dat is goed voor het imago van New Smokey, ja. Want het is wel wat hardvochtig. Over het algemeen. Ah ja? Oei, nee, ja. Nee. Ik dacht dat we nee, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Het vochtig, dat is misschien wat Tim hem scheert. Nee, Christophe, maar even politiek. We zitten in de nasleep van de aanslagen in Brussel. Mm-hmm. En ja, wat opvalt is dat jij in de Kamer aan het vechten bent voor die onderzoekscommissie. Mm-hmm. Maar hoe staan we daar? Leg ons eens uit wat de stand van zaken is. Ja, er zijn nu eigenlijk 2 weken bijna overgegaan. Onderhandelingen, gesprekken tussen fracties. In het begin eigenlijk wel schrikken. Ik herinner mij, wij hadden 's ochtends, ik denk de dag nadien... Na de eerste onthullingen over de aanhouding van de 2 broertjes aan de Turk-Syrische grens en het feit dat dat onvoldoende zou opgevolgd zijn, vroegen wij aan Brakken een conferentie van de voorzitters. Ja. En in die conferentie van de voorzitters is er dan die onderzoekscommissie uitgekomen via sms van Jan Bon op de Twitter van de Roop. Ja. En sindsdien 2 weken... Misschien even duiden, hè, want je gaat nu wel heel snel. Dus jullie zitten samen in een bureau bij Sigrid Brakken, met alle fractievoorzitters. Ja, niet in het bureau van Brakken, maar we zitten samen. Ja. En op dat moment is er ook kernkabinet bezig. Ja. Eigenlijk het kernkabinet waarop, na heel de nasleep s'nachts, waarin dus de eerste minister samengezeten heeft met Jan Bon en met Geens, en ze eigenlijk beslist hebben, we doen verder. Dan wordt er daar beslist, of wordt er bij jullie beslist, er gaat de onderzoekscommissie. Ja. Wij zijn bezig om te... onze vraag was, we moeten hier afspraken over maken, het parlement moet zich hierin vastbijten. En wij zijn daarover bezig. En terwijl we erover bezig zijn, ja, is er eerst de tweet van De Waal. En dan de tweet van De Rover, die dan nadien de sms van Jan Bon bleek te zijn. Ja, die een copy-paste is eigenlijk van... Dus misschien de NVA misschien wat budgetten vrijmaken voor social media, voor hun mandatarissen. Maar dat was eigenlijk wel... Ik had daar eigenlijk een heel wrang gevoel bij, omdat wij hebben van eigenlijk heel de tijd geprobeerd om eigenlijk op een correcte manier om te springen met die vreselijke gebeurtenissen. Ja. Ik heb zelfs de premier uitdrukkelijk gefeliciteerd met zijn toon. Ik sta daar altijd achter. Maar dan eigenlijk op het moment dat je met het parlement samen zit, om te bekijken hoe gaan we hier samen mee aan de slag, dan met zo'n manoeuvre geconfronteerd worden, dat is een beetje wrang. Dat is eigenlijk wel, dat is sowieso wel een beetje een start in mineur, vind ik, voor die onderzoekscommissie die belangrijk werk gaat moeten verrichten. En dan sindsdien is daarover gesproken geweest en nu liggen de modaliteiten stilaan vast en na de paasvakantie gaat die meteen moeten beginnen. Dat is geen een dag te vroeg en die gaat veel werken, dat is denk ik al, dat is wel redelijk duidelijk. Ja, dat blijft voor mij toch een vraag. Waarom is dat nu nodig om naar een vakantie te laten overgaan? Ja, maar het is natuurlijk, ik ben daar dubbel over. Wij hebben aangedrongen op commissies eigenlijk de voorbije dagen. Hè, want er is een commissie geweest met Geens en Jan Bon. Hè, ja. De commissie waar dan Jan Bon die ene verbindingsofficier aan de schandpaal nagelde. Hè, de Kamer was even... Maar dat is voor alle duidelijkheid een gewone, tussen aanhalingstekens, een gewone commissie justitie. Dat was toen een gewone commissie. Gewoon nog rechthoren, denk ik. Ja, zo de dingen volgen. Ik ben een hele slechte navigator, want ik rij zelden met een auto en ik ben dan meestal sowieso al aan het dromen of zo. Ah, ja. Ben ik zo de... Heb je rijbewijs? Nee. Ah, je hebt geen rij. Ik heb schrik om met een auto te rijden. Toch niet durven, ja, Jans. Ik kan me zo het stuur overnemen, net als dat. Ja, je moet niet vertellen hoe lang dat je rijbewijs al hebt en hoe dat met je verzekeringspolis is. Ik weet dat liever niet. Maar, en dus we hebben al gewoon commissie gehad, en dat was die commissie van waar Jan Bon zou uithalen aan een verbindingsofficier.
En daar zijn eigenlijk veel vragen al uitgekomen, hè, want die verbindingsofficier had dan wel de federale gerechtelijke politie geïnformeerd. Men had blijkbaar bepaalde informatie en we wouden er eigenlijk meteen mee aan de slag, maar dat heeft men afgehouden. En dus we hadden daar al sneller in kunnen gaan. Anderzijds, zo'n onderzoekscommissie, dat moet een mandaat hebben, dat moet een samenstelling hebben, daar moeten wel afspraken over gemaakt worden. Dus dat daar iets van tijd over gaat, is ook niet abnormaal. En dus laten we hopen dat we snel kunnen starten. En ik ben na die start in mineur. Wie gaat er voor jullie? Want jullie moeten eigenlijk iemand delen, een ecoloog. Ja, dus wij hadden aangedrongen eigenlijk op een zo open mogelijke samenstelling van de onderzoekscommissie. Bijvoorbeeld ook de niet erkende fracties. Ja, Vlaams Belang. PTB, Vlaams Belang, Mijn Gein, om die een plek te geven. Niet omdat er zijn mensen bij wiens mening ik verfoei, maar ja, een onderzoekscommissie verlangt ook wel een zekere openheid. Maar dat is niet gevolgd. En het feit ook dat kleinere fracties een tweede waarnemer dat ik kunnen hebben, is ook niet gevolgd. Dus wij moeten binnenkort, ik weet nog niet wanneer we dat gaan beslissen, binnenkort nog iemand aanduiden voor Ecolo en Groen. Maar sowieso zal het iemand zijn die voor de twee groepen samenwerkt. En zoals we altijd samenwerken. Maar dus het kan zijn dat iemand van Ecolo is dan de Het kan zijn dat iemand van Ecolo is, kan zijn van Groen, zullen we dat nog niet getrancheerd. Maar we gaan in elk geval, men mag wel heel actieve groenen verwachten in de onderzoekscommissie, omdat, we hebben heel expliciet ook gezegd in het begin van, de problemen gaan niet kleiner worden als je nu de minister van Justitie of Binnenlandse Zaken switcht. Het idee van een soort van nationaal ritueel, de minister moet opstappen en dan kunnen we verder. Dat is niet rationeel, dat is ook een beetje oude politiek, vind ik. Anderzijds zijn er wel een heleboel vragen voor Jan Bon en Geens, waar zij... Er moet toch ergens is toch niks traditioneel aan een politieke verantwoordelijkheid? Dus politieke verantwoordelijkheid is een heel moderne gedachte, is een belangrijke gedachte. Wat ik daarnet zei is van zo, het ontslag om het ontslag, maar we hebben het moment gehad, dat brengt ons niet verder, dus we hebben ook niet... Zijn we nog juist aan ja, het rijden? Ja, het is recht. Ik zet al aan. Ja, dat is niet zo ver, ze willen broek. Ik ben eigenlijk niet zo ver verhuisd. Maar dat hoeft voor mij niet. Maar dat de vragen die er zijn voor de ministers en over het functioneren van de diensten, die zullen wel beantwoord moeten worden. En men mag zich wel wat ons betreft, gaat dat een stevige operatie zijn. En het is afwachten hoe de meerderheid dat opvat. Hè. Maar we gaan ons werk grondig willen doen. Is dat voor u als oppositielid, als fractieleider van Groen ook, is dat moeilijk om dat moment zo om te schakelen van eerst die shock en sereniteit naar die aanslagen en dan van oké, en nu gaan we weer oppositie voeren? Is dat iets dat je moet aftasten van? Het is wel een periode waarin dat je... Ja, maar het is niet zozeer een... De vraag die je stelt is eigenlijk... Het is een stuk naar een strategie. Hè. Maar het is eigenlijk gewoon te koer, vond ik, een heel moeilijke periode om de juiste woorden te vinden. Ja. Ik had dan naar Parijs al. Naar Parijs heb ik zo twee, drie dagen naar Parijs, heb ik zo echt een dag in de zetel gelegen, in een dekentje, een slechte film gekeken. Ik was er eigenlijk echt niet goed van. En nu Brussel, die vertrek al, die Starbucks waar je af en toe een koffie mee pakt op het moment dat je de vlieger, dat is super dichtbij. Ik was vlak na Maalbeek passeerde ik aan de 16, richting het parlement. Ik kwam een CD&V-medewerkster tegen, die kwam rechtstreeks van Maalbeek. Dat zit heel kort op uw vel. Hè. Je hebt dan nog niet eens het leed meegemaakt waar hij heel veel landgenoten mee geconfronteerd. Niemand in uw directe omgeving gelukkig dat betrokken is. Dus dat is sowieso wel een periode waarin het zoeken is voor de door de juiste... Is dat dan een moment waar de politiek dan antwoorden moet kunnen geven? Ja, maar wel op de juiste manier. Dus ik heb van in het begin ook gezegd van nationale eenheid, graag. Ik heb me ook geërgerd aan zo dat weekend met de rellen aan de beurs. De NVA die dan het niet over zijn hart kreeg om die rellen mee af te keuren. Majeur die dan... Het ging meer ook gewoon over van hoe kan dat nu in godsnaam in the first place gebeuren? Dat is op CNN live dat wij daar belachelijk gemaakt worden. Ja, en dan dat geruzie tussen politici en dan majeur die in de weg begint te lopen van de nationale eenheid, dat is verschrikkelijk. Allee, ik,
ik ben op pad om eigenlijk op dit moment nog altijd om heel veel mensen warm te maken voor de politiek. Ja, de voorbije weken is er niet echt reclame gemaakt voor onze stijl. En dus, allee, dat is iets wel dat mij heel sterk bezig had en waardoor dat ik wel heel voorzichtig ben ook in de verklaringen. Maar dat wil niet zeggen dat we ons werk niet mogen doen. Allee, we zouden pas echt anti-reclame maken voor de politiek als we nu zeggen, ja, business as usual, over tot de orde van de dag. Mooi buitenkansje, ja, te scoren. Ja, dus zo vat ik dat niet op, maar ja. Ik vind het wel mijn verdomde plicht en het is onze verdomde plicht en we gaan daar met meerdere mensen aan werken om die vragen te beantwoorden. Er is ook wel een grote droefnis. Maar ik denk dat ook heel veel mensen een grote boosheid hebben, hè, over de aanslagen zelf en de daden van die beesten. En ook hoe had dat kunnen gebeuren, zijn de eerste elementen die naar buiten komen, die wel wijzen op problemen. En diensten die niet samenwerken en diensten die ook wel overbeladen zijn met werk in deze tijd. Dus. Maar er komt er toch een beeld uit van Belgium as a failed state. Ja. Een keer dat we dat al gelezen hebben. Ja, ja en dus terecht, hè, dat men in het buitenland dat ook met argusogen volgt en laat ons met dezelfde argusogen dat blijven volgen ook. Hè? Want het zou wel gek zijn moest men in het buitenland kritischer zijn voor onze instellingen en verantwoordelijken dan in eigen land. Anderzijds, ik heb een tijdje geleden, ik heb er ook een stuk over gezegd. Kijk, Nieuwsuur, Christine Emmerich die dan een karikatuur maakt van België. Zo dan de Belgen die... Hey, cool. Vroeger was dat een zandbak. SK Heffen. Dus op het einde van het seizoen was altijd de jeugdtoernooi SK Heffen. Dat was gewoon echt... En dat was echt... Dat was woestijn. Hey, zo. Dat was ik aan het zeggen. Dat jij Christine Emmerich... Ja, maar de Belgen die... Ik zeg het, ik ben... Maar ik ga echt een pleidooi voor een kritisch onderzoek. Hè. Maar ik hou ook niet van Belgium bashen. Allee, dat is ook nergens voor nodig. Dat ligt trouwens ook op lange termijn ongelooflijk veel schade aan voor ons land. Dus de hoofdrol die soms landgenoten opeisen in buitenlandse media, dat vind ik dan ook weer zo. Moet dat nu? Allee, worden we daar nu beter van om een karikatuur... Bij Christine Emmerich kun je een vraag stellen toe koer. Ja, dat is jammer. Maar het is een voorbeeld dat me bij, maar je ziet dat op verschillende plekken, hè, dat Belgen eigenlijk het nog erger voorstellen dan het is in ons land. En er is al zoveel werk, dus we moeten ook niet overdrijven. Ja, maar oké, als ik het goed samenvat, is dan to be continued. Ja, het is zeker niet gedaan. En er zijn een aantal vragen voor Jan Bon en Geens die moeten beantwoord worden, of zij zullen alsnog in verantwoordelijkheid moeten nemen. Hè. En dus dat is voor mij, dat lijkt misschien een beetje een dubbele houding, maar dat is een oprechte houding van die gasten moesten niet opstappen, hè, daar werden we niet beter van op dat moment. Maar er zijn wel vragen die een antwoord verdienen. Als die, beetje zoals in Nederland dan, want daar ligt de minister ook onder vuur. Ja, en dat heeft, want ik ben de voorbije week een paar dagen in Nederland geweest. Zaterdag lees ik eerst de Nederlandse kranten van der Steur, de Nederlandse minister van Justitie, die echt wel onder vuur ligt, die nu deze week echt zijn examen heeft in de Tweede Kamer. Dus dat Nederlandse kranten, en dan sla ik de Vlaamse kranten op en dan een interview met Koen Geens, die zegt van kijk, de politieke recuperatie van de aanslagen treffen mij evenveel dan de aanslagen zelf. Excuseer. Heb je dat als een persoonlijk verwijt? Nee, allee, ik vind één, welke politieke recuperatie? Ja. Ik vind dat de democratische partijen, inclusief de onze, dat is voor mij echt een... Dat is iets heel fundamenteel om daar op een correcte manier mee om te springen. Ik vind dat we dat gedaan hebben. Hè. Maar vooral ook het leed van die aanslagen zelf zijn wel een pak belangrijker dan het persoonlijk welzijn van Koen Geens. Soms heb ik wel het gevoel gehad van... ook in het parlement met een aantal antwoorden van... Ja, voelt men eigenlijk wel aan hoe hard dit land getroffen is in zijn hart. Net daarom dat ik ook niet dat de functie of het functie, de wie is er nu minister van Binnenlandse Zaken of minister van Justitie, daar heb ik op dit moment eigenlijk niet zo heel veel boodschap aan.
En wat wel een lichtpunt is, ik heb dat ook gezegd, ik vond dat Michel veel beter dan vooruit Hollande naar Parijs wel een goede toon heeft gevonden. Ja. En ik zou hem ook echt willen oproepen om dat door te trekken en daar actief in te zijn. Op het moment dat dan deze of geen partij wordt er weer eens uitschaft, om echt de leider van het land te zijn, echt in uw kot, zwijg. We hebben nu geen boodschap aan gehakketak. We hebben boodschap aan eenheid. Tegen majeur zeggen van man, alsjeblieft, Brussel verdient beter. Houd u even zien. Wat vond u er eigenlijk van? Alweer eens is die redelijk terechte vraag, lijkt ons toch gekomen om die Brusselse gemeenten samen te gooien tot één stad en daar één politiezone van te maken ook. En dan zeggen ze in Brussel van, nee, die vraag komt van de Vlamingen, dus is ze niet legitiem en gaan we dat zeker niet doen. Het was net iets minder schandalig dan dat je het stelt, maar het was schandalig genoeg in elk geval. Ja. En dus die Brusselse politiezone die moet er komen. Ik vind het ook wel jammer dat eigenlijk Michel dat eigenlijk van het weekend al meteen een klein beetje heeft afgehouden, want het is niet aan de beest. Het is partijen, niet voilà, voilà. Nee. Ik bedoel, men kijkt heel vaak naar de beest, maar de MR is op dat vlak even. Voilà. Met zijn de wolf willen dat ook niet. Voilà. En dus die, wat mij betreft moet die er, wat ons betreft moet die er komen. Maar ook daar, met het risico om te genuanceerd te zijn. Allee, er zijn veel politiezones in Vlaanderen die een pak kleiner zijn dan die van Brussel. Hè. En doe met Newsmonkey een enquête bij Vlaamse burgemeesters die bereid zijn om fusies te doen. En ze bougeren ook niet. En twee, Brussel is complex en moet een stuk eenvoudiger. Ik heb daar in mijn boek een aantal voorstellen ook gedaan, maar een deel van de complexiteit van Brussel is er een op vraag van de Vlamingen. Hè. Hey, waarom zijn er drie gemeenschapscommissies in Brussel? Waarom zijn er meer dan 80 parlementsleden in Brussel? Waarom krijg je een pak extra centen als je een Vlaamse schepen is het zonder bevoegdheden hebt in Brussel? Dus ik vind, Brussel moet vereenvoudigd worden, maar dan zullen ook de Nederlandstaligen hun taboes moeten loslaten. En daarmee wil ik... Daarmee wil ik het niet opnemen voor de majeurs van deze wereld, want dan maken eigenlijk... Brussel is zo'n boeiend politiek project. Is echt een laboratorium om dingen te doen. En dus dan zo'n type aan het hoofd, dat is doodjammer. Je krijgt heimwee naar Freddy Tielemans. Dat is niet te geloven. Dat is eigenlijk iets totaal anders. De Panama Papers zijn volop het nieuws. Een van uw grote helden, Lionel Messi, wordt daarin genoemd. Ja. Is uw mening veranderd over het is Barcelona? Wel, ja, maar Barcelona... Of Panama. Ja, maar Barcelona is sowieso al op fiscaal en financieel vlak niet helemaal... Dat is een understatement. Dus ik moet daar mijn voetbalhart bloed als ik zie dat Messi, ondanks de miljarden euro's die hij verdient, nog naar Panama trekt om minder belastingen te betalen. Dat is een schande. Dat is echt een schande. Maar zeg je ziet breder op. Dat is het park van Blaasveld. Menige uren. Nee. We zijn er bijna, dus ik weet niet of jullie nog ergens moeten stoppen of zo. Ja. Normaal moest hierin. Ah ja, dan gaat het dus beter. Zeg maar, zeg eens iets over die Panama Papers. Ja, hey, dus. Want alleen, hoeveel keer hebben we dat verhaal? Ja, dus. Want het is pijnlijk dat we het eigenlijk allemaal al weten. De journalisten die eraan werken moeten creatiever worden, want we hebben al LuxLeaks, BelgoLeaks, SwissLeaks. Nu Panama Papers, dus het wordt moeilijk om nog nieuwe namen te verzinnen voor al die fiscale schandalen. Dat is de brug van Willebroek, Wannes van Vellen heeft daar een lied over gemaakt. Als ik hier nog woonde, dan zag ik die groen, maar men heeft van mijn verhuis misbruik gemaakt om die blauw te schilderen. Het is echt een soort ophaalbrug. Ja, dat is die heel vaak open gaat. Hè. En dus zo fietste ik vroeger naar school, naar Boom. Dat is grof. Hè. Plus 700 landgenoten die daar ook... Die daar ook tussen zitten. En dus wat mij betreft, ik heb het gisteren ook gesuggereerd, een integratiecontract voor die 700 fraudeurs. Je kunt denk ik best rondrijden. Een integratiecontract, dat is waar ze moeten de grondwet van België in principe zo'n en nummer 1 is van we betalen netjes onze belastingen, zoals dat het gros van de Belgen, dat...
dat doet, hè. Zijn maar is het alle... net typisch Belgisch om ze niet te betalen? Ja, nee, ja, nee. Ik bedoel... Het gaat wel over een soort familie die volgens mij niet typisch Belgisch is. Het zijn ja, Spoelbergs en je zit er allemaal bij. Ja, het is geen doorsnede, hè. Het is maar... Bakkers en slagers... Maar dat is één ding, dus die Panama Leaks... En dus daar is, je moet daar keihard in zijn, zeker geen fiscale regularisatie. Maar twee ook, en dat komt dan op dezelfde dag, is Van Overtveld die speculatietax die niks op. Nee, de excess profit ruling. Ja. Een miljard euro illegale staatssteun, Europese Commissie en Van Overtveld zegt, ik moet, en die gaan nu in beroep, die sticht eigenlijk een tijdelijke vennootschap met die multinationals om te zeggen, we gaan samen strijden tegen die Europese Commissie. Dat... En ik weet wat je nu gaat zeggen, van ja, maar dat is niet zo gemakkelijk. Ja, ik vind dat wel dat het iets genuanceerder is, dat verhaal. Ja, wel, maar ik ging genuanceerd zijn. Want ik ben de eerste om te zeggen, dat het niet gemakkelijk om dat helemaal terug te vorderen. Hè? De verkeerssituatie is hier een beetje aangepast, dus ik weet niet hoe dat we nu moeten... Ik zal iets illegaal doen, hè. Ja, nee, niks illegaal doen, maar allee, ik zit met... Ja, maar af en toe moet je iets illegaal doen in het leven. Maar ik denk dat je hier niet... Mag je hier... Nee, mag je hier... Mag je hier... Ja, je mag hier wel door. Ja. Paniek. Die bewoners van Willebroek zijn nu kwaad aan het kijken naar ons. Ja, maar als we met iedereen zeggen, we kennen Christophe Calvo. Het is ook niet dat jullie auto anoniem is, hè. Ja. Ja. Met die slakere klant. Maar zijn wij niet zo bekend. Ja, pas op. Maar is het gemakkelijk om die... Je kunt niet zomaar met een vingerknip een miljard euro terugvorderen van die multinationals. Beloofd om het te doen, dus ja, is maar, niet zoals recht. Ja, maar heeft ondertussen wel de Europese Commissie gezegd dat het over illegale staatssteun gaat. Ja. En daar een duidelijke uitspraak over gedaan. En wat zegt Van Overtveld nu? Ik moet daar sowieso per definitie geen euro van terug hebben. En Van Overtveld, ook daar over heimwee gesproken, heimwee naar Freddy Tielemans als Brussels burgemeester. Oh, heimwee naar Didier Reinders? Ja, maar ja, dat is toch straf? Dat is Van Overtveld, dik jaar geleden denk ik, een klein jaar geleden, als hij overgenomen heeft van Sleurs, heeft hij een vrij ambitieus plan fiscale fraude op tafel gelegd. Ja. Daar is sindsdien niks mee gebeurd. Van Overtveld op Europees niveau keldert de Tobin-tax. In internationale media zijn wij mee bij de sceptici voor fiscale rechtvaardigheid op Europees niveau. Nu die excess profit ruling. Die veel te traag, veel te weinig rond al die ontwijkingsschandalen. Van Overtveld is... De vermogensbelasting die we gingen invoeren, is dan een speculatie. Ja, van 28 miljoen euro en die gaan nu, als mogelijk zelfs nog geld kosten. Op het moment dat er denk ik een heel brede vraag weer klinkt, niet alleen niche links, maar heel breed, over de grenzen ook van werkgevers en werknemers om die fiscaliteit simpeler te maken, rechtvaardiger te maken, om die te verschuiven richting die grote vermogens. Er is echt een momentum voor fiscale rechtvaardigheid. Alleen zitten we met een tip die dat saboteert. En die in de jaren 80 en de jaren 90 boeken las van de school van Chicago. En daar, dat fiscale rechtvaardigheid stond daar niet in. Hier naar rechts. Dus zeg je eigenlijk van schuldig verzuim van Van Overtveld saboteert fiscale rechtvaardigheid. En doet hij dat moedwillig volgens jou, of is hij gewoon niet capabel? Maar het staat niet in zijn programma. En moesten we het zelf willen, dan zouden we het ook niet mogen van zijn baas. Dat is één iets. En wat dan eigenlijk, want we zitten ook natuurlijk in de context van een begrotingscontrole, die moeilijk zal worden. En wat mij dan tegen de borst staat, is, de NBA slaat de bres in de begroting. Van Overtveld krijgt zijn inkomsten niet op orde. Heel wat van de nieuwe fiscale maatregelen zijn gecontesteerd. Wat gebeurt er dan? Dan zegt de NBA, we gaan nieuwe voorstellen op tafel leggen voor de sociale zekerheid. Om op die manier het gat in de begroting te dichten. Ja, dat is een hele perfide strategie. En daar zie je dat een NVA de afgelopen jaren, vind ik, heel anders dan vroeger. Want echt is geëvolueerd naar een partij van de 1%, van de fraudeurs, de diamantairs en de grote vermogens. En dat is heel snel gegaan. In 2009, ik vind dat onderbelicht blijft, maar in 2009 trekt de NVA naar de kiezer
met een Vlaamse kinderbijslag, een Vlaamse hospitalisatieverzekering en een Vlaamse energiebedrijf. Ik herinner mij nog heel goed van een heel goede campagne, 3 punten. Heel simpel. Ik zei dan nog bij ons, in plaats van 300 pagina's programma, laat ons eens 3 duidelijke punten articuleren. Zoals de N-VA dat gedaan heeft. De populisten, Christophe Kool. Nee, nee, de duidelijke keuze die aan de kiezer aanbiedt. Hier links. En dus... maar dat is het programma van de N-VA in 2009. Ja. Dat is een heel ander programma dan vandaag. Hè. Die zijn enorm opgeschoven. Aan het einde van de straat. Ik kan normaal gezien ook wel even sparen. Ik zou denken dat voor jullie komt dat eigenlijk niet zo slecht uit, dat dat een goede rechtse regering is. Dat ja, is, maar... Allee, 2 dingen. 1. Ik doe nog altijd aan politiek om het resultaat in de samenleving te zien. Hè. En de dag dat mijn programma door anderen wordt uitgevoerd, heb ik geen probleem mee om te zeggen van oké, dus, we bij niet van spreken, we doeken onze partij op, ons programma is uitgevoerd. Allee, dus dat mijn, onze, een partij, mijn politiek engagement is geen doel op zich. Hè. Mm-hmm. En 2, allee, dat klinkt misschien opnieuw met het risico op soft zijn, maar zo dat doofmansgesprek links-rechts, hè, waar sommigen ongelooflijk enthousiast van worden, ik ben daar, ik word daar niet enthousiast van. Ik zou veel liever aan toe kunnen zeggen... goede fiscale maatregelen van over het veld, interessante hervorming, arbeidsmarkt, pensioenen, Baklijn, ik zal dat Michel zeggen, want Baklijn kent niemand. Ik zou het niet erg vinden, moest de regering wat meer van ons programma uitvoeren. En ik merk ook nu, ik heb daarnet al verwezen, ik ben heel veel op pad met mijn boek. Ik voel echt dat mensen daar ook een stuk naar snakken, naar bruggen die gebouwd worden tussen meerheid en oppositie. Alleen mijn generatie die ook niet, die echt geen goesting heeft in die boxmatch tussen links en rechts. En die zich veel meer de vraag stelt, wat werkt er, wat is er rechtvaardig, hoe pakken we dat klimaat aan? En is er iemand in de regering waarvan zegt, die doet dat wel goed? Oh, wie is de beste? Ja, ik heb een toon van Michel geapprecieerd na de aanslagen. Ja. Er zijn natuurlijk nu wel grote vragen bij het beleid van Jan Bon, het functioneren van Jan Bon, maar wat ik wel bij hem apprecieer is dat hij naar het parlement toe over het algemeen heel correct is. Vind ik wel. Er zijn nog zo dingen die de moeite waard zijn. Er zijn een aantal goede maatregelen beslist rond KMO's, de eerste werknemer. Van Borsu, dat die eigenlijk gratis wordt, vond ik goed. Dus wij zeggen dat wel ook wel dat het goed is. Hè? Want dat is zo, wat je wordt als oppositie heel vaak geportretteerd op momenten van verontwaardiging. Ja. En dat is ook, er zijn echt wel redenen om verontwaardigd te zijn. Maar er zijn ook wel momenten van consensus. Ik kan dat niet de hele tijd. De hele tijd boos zijn is ook veel te simpel. Dat is wel een beetje uw imago. Ja, ik weet dat. Is dat uw temperament? Soms? Ja, maar dat stoort mij. Dat stoort mij. Dat is iets dat wel mij bezighoudt. Hm. Uw imago zou wat opbouwender moeten zijn. Laat ons zeggen... Natuurlijk, mensen die mij mailen, ik ga er niet vanuit dat een wetenschappelijke steekproef is. Hè. Maar ik merk ook wel dat heel veel mensen onze manier van oppositie voeren, mijn alternatieve begroting, mijn eigen voorstellen, dat wel wordt opgepikt. Maar als een collega van mij zegt, dus traditionele aanval van de meerderheid op de oppositie is van, je vindt dat alles slecht is. Hè. Klassiek een truc natuurlijk. Hè. En doe al lang genoeg mee om dat ook wel als truc te herkennen, maar dat is wel iets dat mij bezighoudt. Uh-huh. Ik wil het opbod van de negativiteit. Allee, we wonen altijd in een schoon, welvarend land. Het regent wel wat veel. Maar bedoel, hier zo de opbod van verontwaardiging. Allee, dan zou ik zeggen, laat ons eens een paar afleveringen terug naar eigen land zien. Hè. Dat is wel iets dat mij bezighoudt. Wat bedoel je daarmee? Want dat is wel een programma dat geraakt heeft, hè? Maar ik heb dan toch niet... Ik heb dat van de week al die afleveringen naar elkaar gezien, dat is verschrikkelijk. In welke zin? Je kunt veel parlementaire debatten voeren over de vluchtelingencrisis, maar die beelden zijn toch nog een pak tastbaarder. En ik hoop ook dat wel wat de ogen opent. En wat mij enorm opviel is bijvoorbeeld... Maar zou je dan bijvoorbeeld daar in debat met Zualdemir willen gegaan zijn? Of,
Nee, omdat die ruzie, ja, want die ruzie is mij dan ook weer... Allee, dat is ook weer zo'n moment dat je allee, ik babbel heel graag en ik babbel heel veel, maar dat is waarschijnlijk... Ik zou dat niet kunnen daaraan meedoen, denk ik. Allee, en ik zou in elk geval ook niet... Ik zou daar ook niet op dat moment niet de juiste woorden vinden. En wat bijvoorbeeld, allee, wat mij opviel is, zelfs Dr. De Winter, maar zeker de Dekker, die ik ook wel wat ken van de vorige... Ja, van de vorige dat is eigenlijk emotioneel, hè. Je ziet die, ik zeg niet dat die van overtuiging verandert, maar je ziet die als mens wel twijfelen bij al dat leed. Ja. Als die een trein daar vertrekt in dat station. Allee, zie je, dan komt hem, dan, bedoel, dan ziet je de mens, de Dekker, wordt de politicus, de Dekker, geconfronteerd met de mens, de Dekker. En er is niks mis met menselijkheid in de politiek. Hè. En dus dan, ik heb het daar laten weten ook, zoal vind ik, ik snap dat echt niet. Ik snap dat echt niet, hoe dat je zo hard kunt zijn. Zelfs nog in die context. Dat er zoiets... Stuur dan een sms om te zeggen, ik snap het niet. Ja, ik heb dat gedaan. En, wat en waarom, waarom ook? Allee, dat is misschien wat raar dat ik dat zeg, maar... Mm-hmm. Allee, grootouders Demir en grootouders Calvo, die hebben allemaal die hebben de kans gekregen om hier iets op te bouwen. Mm-hmm. Wij zijn vandaag parlementslid omdat onze grootouders de kans hebben gekregen om in België iets op te bouwen. En wil dat zeggen dat zomaar kan voor iedereen? Hè? En nee, maar dan, vanuit dat perspectief, zo hard zijn, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet. Ik bedoel, zoveel, eigenlijk, zelfs onbegrip ben ik voor het feit dat mensen hun beter leven najagen. Ja. Wat is MS dan terug? Ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb me daar wel echt... Allee, dat heeft mij ook vanuit dat perspectief wel getroffen. En eigenlijk zou ze heel zijn programma zou ze gewoon in elke school moeten uitzenden. Mm-hmm. En zou elke commissie asiel en migratie zou moeten beginnen met een fragmentje... Mijn fragmentje van terug naar eigen land. Maar negeer je dan ook niet dat het feit dat heel veel Vlamingen ook wel gewoon schrik hebben daarvan? Nee, dat is nog iets anders. Dus ik begrijp heel goed, en ik vind dat dat ook een opdracht is van een groene partij, en een opdracht van progressief in dat debat, om begrip te hebben voor de onzekerheid. Mm-hmm. Hè? En niet slordig om te springen met de welvaartsstaat die we hebben. Hè? Dus je moet dan mensen die zich vragen stellen en die angst hebben rond die vluchtelingencrisis, moet je niet wegzetten als angsthazen of weten jullie niet dat de wereld een dorp wordt en leven het cosmopolitisme? Mm-hmm. Echt niet. Hè? Maar er is toch door de dag dat menselijkheid alleen iets is van linkse politici, dat zou toch wel echt ambetant zijn. Dat mag toch niet. Jan Terlouw heeft vorige week ook gezegd van. Ik kreeg de reactie aan Terlouw van, waarom bent u plots zo links geworden? Ja. En hij zei van, maar ik zeg al hetzelfde van in de jaren 70, de maatschappij is veel rechtser geworden. Ja. En als je die, bedoel, je moet toch geen linkse rakker zijn, om als je die in trein ziet vertrekken. Als je een vader met vier kinderen van, hoe oud is het, tussen de 3 en 10, en die liggen honderden kilometers te voet af. Hey, dan moet het toch geen linksrakker zijn om te weten waarom dat die dat doen. Die vluchten voor het geweld dat wij, voor het terreur dat wij nu voor de eerste keer op eigen grondgebied hebben meegemaakt. Daarom vertrekken niet, die mensen. Hè? Ja, maar dat is niet de discussie. Maar mijn punt is wel van de prijs die we als maatschappij betalen voor migranten die binnenkomen, die laag opgeleid zijn, waar een heel pak sociaal problemen rond zijn, die wordt niet betaald door mensen zoals u en ik. Hè. Die hoog opgeleid zijn, die veel verdienen, daar is nog al een prijs voor betaald door de meest kwetsbaren in onze eigen maatschappij. Dat een aantal uitdagingen nog groter maakt, absoluut. Maar dat, dus dat die mensen angstig zijn, dat die richting xenofobie gaan en zo, dat is toch allemaal niet zo. Ik pleit er ook heel erg voor in mijn eigen partij, om rond al die samenlevingsthema's, om daar echt te staan voor een volwassen discours en voor empathie, voor de logische angst en onzekerheid die er is in de samenleving. Maar dat ontslaagt ons toch niet van een minimale menselijkheid. En ook, als politicus kunnen daar geen muur rond bouwen. En die Griekse politieagent die zegt, een muur bouwen in de zee? Hoe doet het dat? Ja, dat is een deal met Turkije.
Ja, dat is gewoon ja, een allee, dus, fraai idee. En dus dat pleidooi voor menselijkheid, dat mag er nog altijd wel zijn. Hè? Mm-hmm. En dat is denk ik nog altijd de beste grondstof ook voor oplossingen. En die oplossingen die zijn ook niet simpel. Maar en wat dat ook, wat ik dan ook. Ik voel ook aan dat de wetstraat daar een beetje last heeft van een Stockholm-syndroom, omdat. In de wedstrijd is er ongelooflijk veel angst om te soft te zijn. Ja. Hè? We mogen, allez, bedoel, ik denk dan bijvoorbeeld, een liberale partij zou daar toch openhartiger kunnen in zijn. In de liberale denkers leven toch genoeg woorden en waarden aan om in die vluchtelingencrisis moediger te zijn dan ze vandaag zijn. Maar in de wedstrijd denk ik, we gaan daar kiezers mee verliezen. Allee, één, so what? Een beetje trauma so van Vlaams Belang. Ja, so what? Hè? Ik bedoel, dat is een afspraak met de geschiedenis die wij hebben als politieke generatie. Hè? Mm. En twee, ik geloof dan niet dat je daar kiezers mee verliest. Ik geloof dat in Vlaanderen dat menselijkheid de norm is. Hè? Ik ben daar echt van overtuigd. Kijk hoeveel mensen die op een of andere manier nu aan de slag zijn. Hè? In Mechelen moeten wij de mensen bijna tegenhouden om meter en peter te zijn. Hè? Allee. Dat zijn ook Vlamingen, hè? Dat zijn ook mensen die gaan kiezen. Maar de politiek denkt van, we mogen echt niet de indruk wekken dat we mensen zijn in die kwestie. Is er iets dat u de regering verwijt, dat gebrek aan empathie aanvoelen? Ik probeer positief te blijven. Ja, ja, maar, dus, maar en plus ik wil ook niet, dat debat wil ik ook niet, dat is ook niet simpel. Maar ik vind wel dat... zo heb ik het ook in mijn boek gezien, want ik schreef mijn uitleiding van mijn boek echt op het moment dat begon. Sagan was modiger rond de vluchtelingen, hè, als hij wereldkampioen wielrennen werd, dan Michel. Michel, zijn State of the Union rond de vluchtelingen, was technocraat. Ja. Hè? De hoofdredacteur van Bild, hè, was met momenten genuanceerder dan een aantal partijvoorzitters over de vluchtelingencrisis. Dat is toch de wereld op zijn... Op zijn kop. En dus ik denk, ik vind wel dat. Ik vind ook vooral, dat is het laatste dat ik zei, is van, dat we de menselijkheid onderschatten. Ook nu na de aanslagen bijvoorbeeld. Het is gemakkelijk om. Politiek is er verdeeldheid geweest, politiek is er ruzie geweest. Maar in de samenleving heb je toch heel veel samenhorigheid en eenheid gevoeld. Mm-hmm. Ja. Behalve als er hooligans op de beurs spelen. Ja, maar dat waren er hoeveel? En dan waren ze nog niet. En dan wil ik zelfs nog erkennen dat ze er niet allemaal waren om keer te schoppen, dat niet allemaal fascisten waren. Hè? Nee. Want ik heb dan wat mails gekregen van mensen die er waren. Die, dat is onze manier om... Dat is ook wel een gigantisch domme manier. Hè? Ja, ja, maar... Oké, hooligans zijn misschien niet... Ja, dus wij branden geen kaarsen, wij zijn boos. Hè? Ja. Maar ik ben geen fascist, zegt hij. Dus ik wil dat geloven, maar dan nog is dat zelfs 400 waren. Dat is nog altijd een minderheid. Mm. En dus je hebt toch heel veel samenhorigheid gevoeld. Uh-huh. En ik denk dat de opdracht is van politici om daar een megafoon op te zetten in plaats van een megafoon te zetten op de verdeeldheid. Oké. Okay. Nog één vraag voor de afronden. Misschien iets zeer licht, maar play-off 1 is nu begonnen. Wie wordt er kampioen? Ja, ik... Dus Gent heeft een probleem met zijn fanbasis, hè? Dus ik vind dat probleem. Te enthousiast, te positief. Te enthousiast, dus dat is... En ik denk, de tweede keer Gent zou wel gegund zijn, maar ik ben Anderlecht supporter en de eerste speeldag is eigenlijk vrij goed uitgedraaid voor ons. Die noodloos druk zet op zijn eigen spelersgroep. Dus, en misschien ook wel een prijs betaald voor de verloren bekerfinale. Dus het is minder zeker dan de titel van Barcelona, maar ik zou toch mijn geld durven inzetten op Anderlecht. Trouwens, de mensen... Die zagen we niet komen. Maar... Nee, maar een week geleden zou ik al meer getwijfeld hebben. Maar de start... Allee, en Gent... Allee, nog één ding over Gent, omdat jullie... Ik ga altijd weer Gent-supporter, hè? Jij ook, hè? Milde Gent. Wat Van Azenbroek gedaan heeft met Boussoufa, vond ik niet correct. Ah, in het begin bedoel je? Ja, dat vind ik wel, dat is voor u de rest ja, van de spelers. Ja, typisch. Dat is typisch Vlaams zo. Hè? Nee, maar er komt een ster binnen, oei, een witte Bentley op de parking, hè? Ecologisch onverantwoord, plus die anderen gaan jaloers en zenuwachtig worden. Allee, je mag toch content zijn dat zo'n type als Boussoufa... Meremal Matje moet toch ook aan anderen de kans geven, Christophe? Ja, dus maar zoals Meremal Matje is Boussoufa toch ook altijd iemand geweest die dat gedaan heeft? Allee, Boussoufa was toch ook bij Anderlecht geen prima donna?
was toch iemand dus, wacht, die zijn killer... Ik vat samen, vedetten en mensen die het recht hebben om respect te krijgen, moeten dat krijgen. En geen flauwe zever, geen valse bescheidenheid. Ja, dat is nog... Nee, maar ik vind gewoon... Boussoufa komt naar Gent en Van Haasbroek vindt dat hij die moet afbranden. He, dat hij die... Maar heeft hij niet af. Maar, hij moest een signaal geven dat hij zoals alle anderen was. Ja, nee, hij is er zelfs nog verder in. Geef je wel op één punt gelijk. Hij had de crisis heel dom geweest om hij niet op dat blad van de Champions League te zetten. Nee. Dan hadden we misschien een andere wedstrijd gehad. Ja, dat nu ook weer niet. Maar je moet echt... Alleen, zo'n gast... Ik denk dat we meer gaan buiten. Ja, maar sorry dat ik over Gent begonnen ben, maar... ik wist dat ik mij de hele tijd lastige vragen mogen stellen, maar ik... dat is waar. Goed. Bedankt, Christophe. Dank je wel. Merci. Moeder is goed, dank je. Ik ga een koffie hebben of zo.